Thank you.
Sorry, dames en heren. De tweede editie. Elvis en de chat. Wat vinden jullie er tot nu toe van? Ja, zoals al eerder de titel al vooruit. We gaan een hele hoop Elvis nummers zingen vanavond. En eentje ervan is het volgende nummertje. Dat is een nummertje waar mij door een hele zware periode heeft getrokken. Daar heb ik heel veel naar geluisterd. En ik heb ook heel veel onze lieve heren gevraagd als je moet gaan bij door deze moeilijke tijden. Dat nummer heeft ook een help mee. Lord, help me smile.
En ook best wel blij. Ik ben best wel een mannetje, best wel stage fright heeft. En daar heb ik hulp bij nodig en daar heb ik mijn vrijheid genomen. Dat is een van de backing vocals. Een van de beste mensen die ik ken, een van de liefste mensen die ik ken. Onze eigen Mark Drossaert, dames en heren. Thank you.
Ik
onze saxofoon is, en die gaat maken een hele mooie solo. Imagine I was the star.
Ferry zou ik willen doen, zonder dus. Mag ik u voorstellen? Thank you.
heeft meegedaan in 1986 als vergoedde Nederlandse sociëst. Gisteren zijn er niet mee. Ik zat een beetje langs. Was je op tv bij een nieuw huis van en deed daarmee met het volgende nummer. En een heel mooi. Goeie hoofd, die heb ik in de dans op mijn huis. Luister, ik heb er geen nood. Tot zo. I'm sorry.
volgende nummertje. Het is een nummertje waar ik eigenlijk heel veel emoties uit heb gekregen, hoop ik. Ja, hoop ik dat ik niet. Het is een nummertje, een favoriete nummertje van mijn broer. Mijn broer is op het moment heel ernstig. Hij is al 2 avonden bij me, maar hij voelt zich mij vandaag niet goed. Zij kon er vandaag niet bij zijn. Maar ik wil het toch allemaal dragen. Maar ik mogen zingen in de bovenkant van de net. Ik hoop je. Sorry. Ik hoop je wel. You're weary.
Als nou de Beatles of de Afterburners. Alles om elkaar te maken. Ken ik ook een hutspot. Echt.
feliciteren. We gaan de volgende van alle nummers pakken, even samen. Probeer even makkelijk dansen voor je. Mag er staan, je mag er lachen, je mag zingen, je mag er dansen. Je mag een beetje, ja, je mag een instrument overnemen als je echt niet wilt. Maar dan kan iemand zeker een beetje als deze groep hier van de Champions. Thank you.
is aan. En ik kijk, het is een kerkendom. Er zitten de kerkjes. Het zou mooi zijn als ze met z'n allen gezamenlijk. Als één koor, een muziekkoor. Onder leiding van Hoop van Kerkstraat. Het volgende moeilijk. En een prachtig dit over het volgende. Ja, onze eentje zit in de eerste rij. Ja. En op de tweede rij zit er ook nog eentje. De oprichter is dat. Oh, en nog niet zo lang geleden. Sorry, dan ben je met een zo blij. Dus ik zie je nog een poster. Dat is goed.
jullie hebben waar ook bij ons. Het is fantastisch om met jou muziek te maken. Dank u, dank u, dank u. Thank you.